Dit is Link Media, mijn naam is Mirjam en wij gaan vandaag een kijkje nemen in Sporthal Den Oert in Spijkenisse, waar een tweedaags Lego-evenement gehouden wordt. Lego is opgericht in 1932 in Denemarken door de heer Christiansen. En het woord Lego betekent speel goed. Met Lego kun je alles maken en is nog steeds razend populair onder kinderen en volwassenen. Laten we een kijkje binnen gaan nemen. Nou, wij staan hier bij de ingang van het Lego-evenement in Spijkenisse. En naast mij heb ik meneer Silvio. Hallo. Goedendag. Hallo. U bent degene die onder andere dit evenement georganiseerd heeft. Ja, samen met onze vereniging. Ja, want u bent van de Lego-clubvereniging, de lokale Lego-clubvereniging, de Bouwsteen. Nou, het is niet lokaal, het is in heel Nederland. En we zijn gevraagd door de gemeente Spijkenisse om dit evenement hier een keertje te doen. Okay. Twee dagen. Oké, nou leuk. Leuk. Dus, ja. En wat kunt u vertellen over de club? Want kunnen mensen daar lid van worden? Ja, iedereen kan gewoon lid worden, van jong tot oud. Echt van 6 jaar tot 70 jaar. En dat zou je ook in de hal zien. We hebben hele jonge bouwers en ook hele oude bouwers. En het is ook heel variërend. Je hebt dus bouwwerken van autootjes, van de grote huizen, van treinen. Fantasie, elfjes, je kan het eigenlijk zo gek niet opnoemen, of mensen bouwen ermee. Ja, want ik heb ook gezien dat er heel veel thema's zijn, zoals astronaut, Star Wars, Harry Potter. Ja, absoluut, ja. Die zijn natuurlijk ook van Lego zelf afkomstig al. Maar ja, de mensen die gaan dan het gebouw van Lego zelf vinden ze dan niet leuk genoeg of te klein en die bouwen ze dan uit helemaal. Ja. En dat is natuurlijk ook dan heel erg leuk. Ja, nou zag ik ook, want ik heb wat voorwerk natuurlijk gedaan. Dan zag ik op internet dat er 1,7 miljoen bouwsteentjes geproduceerd worden per minuut in de fabriek. Ja. Van allerlei kleurtjes, dat is best veel. Ja, dat is heel veel, ja. En dat gaat dan 7 dagen in de week 24 uur door. Ja. Dus ja, dat is, ik geloof dat ze 2 dagen in het jaar stilstaan, de hele fabriek. Ja, waarschijnlijk met kerst of oud en nieuw. Ja, ik geloof dat het eerste kerstdag is en oud en nieuw. De rest gaat de fabriek gewoon door. Ja, nou heb ik ook begrepen dat er een aantal Lego pretparken zijn in de wereld. Dat klopt, ja. En dat er ook eentje in Scheveningen gaat komen volgend jaar? Nou, dat is een Discovery Center. Dat is niet echt een park, zoals zeg maar iets van de Efteling. Maar dat is een soort thema waar ook vooral kinderen kunnen kijken. Dus dat is echt heel lokaal gericht. Maar ook een grote Lego-winkel komt erbij. Dus dat is echt heel erg leuk voor Nederland. Ja, tuurlijk. Want wij moeten of naar België toe, of we moeten naar Duitsland toe voor de Lego-winkel eigenlijk. Ja. Oké, goed. Nou, we gaan eens een kijkje binnennemen. Ja, bedankt. Hallo. Nou, we staan hier met Rico. Rico, kan je wat vertellen? Want ik zie daar heel veel treintjes staan. Dit zijn de speciale secties. Dit is allemaal zelfbedachte sets die verkocht worden. Ja? Dus er zijn dan iemand heeft voor het NS-treinen. Die heeft dan zelf bedacht hoe die in Lego kan maken. En die worden hier verkocht. En er zijn ook nog poppetjes van de loop van de jaren. Dus voor het van treinpersoneel, hoe de eerste treinpoppetjes waren en hoe ze nu zijn. En inderdaad dan heel mooi het verschil zien hoe Lego eigenlijk veranderd is over de loop van de jaren. Ja, dat is zo. Dat wordt flink met steentjes. Ja, dat is de grabbelton. Oh, dat is de grabbelton. Ja, ja. Gaan we zo ook even kijken. Maar het bestaat al heel lang. Het bestaat al heel lang, ja. Lego die bestaat al, het Lego blokje bestaat dit jaar 60 jaar. Maar Lego daarvoor had ook al houten speelgoed. Ja, Lego bestaat al jaren. Er zijn generaties mee groot geworden. Ja. En het voordeel is vooral van Lego is dat het eigenlijk nooit verouderd. Het Lego van de allereerste jaren kan je nu nog steeds meespelen. En kan nu nog steeds gebruikt worden voor het huidige systeem. Ja, want het is ook heel leerzaam voor kinderen. Ja, die kunnen de creativiteit in kwijt. Ja. En spelende wijs leren. Ja, de creativiteit, de ruimtelijke inzicht. Ja, die kan eigenlijk. Het Lego is meer als alleen maar speelgoed eigenlijk. Ja. En ook vooral als hobby zijnde. Ik zelf bouw heel veel met Lego. En het is voornamelijk voor mij ook een ontspanning manier. Als ik een hele drukke week heb gehad, vind ik het heerlijk om gewoon een weekend op zolder door te bouwen. En lekker niks te doen. Moet je oren dan een beetje dicht? Want dat maakt heel veel herrie, hè? Nee, ik geloof het niet. Nou, oog is dicht en grabbelen. Pak de goede kleursteen eruit. Eén steentje pakken. Ja, dankjewel. Ja, Rico, we staan nu in de grote hal waar het vandaag en morgen allemaal plaatsvindt. Wat is hier te doen? Wat kan je erover vertellen? Alles en nog wat te zien. Er is allemaal mooie bouwwerken die mensen zelf bedacht hebben en zelf gemaakt hebben. Maar er zijn ook verkoopstands, er is een bouwhoek, bouwwedstrijden. Eigenlijk voor iedere leeftijd en voor iedereen is er wel wat wils. En zeker als je voor het al heel lang dat ene blokje of dat ene set nodig hebt,
of je zoekt inspiratie om het zelf te gaan maken, ja, dan is dit echt een Valhalla om terecht te komen. Wij staan hier met meneer Niels uit Gorinchem. Hallo. Ja, hallo. Hallo, welkom op Voor de Putten. Ja. 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 Ik heb begrepen dat u de eigenaar bent van dit terreinsetje. Dat wat klopt. U dit gebouwd heeft. Ja, dat klopt. Ja. 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 Kunt u vertellen hoe lang u erover hebt gedaan? Nou, ik ben in, ik denk begin 2011 begonnen of eind 2010. Dus ik heb er 8 jaar over gedaan, zeg maar. Ja. Om het zo te krijgen. Hè? Ja. Je begint natuurlijk heel bazaal met alleen maar rails. En langzamerhand wordt het meer. Totdat het is wat het nu is. Ja, het ziet er prachtig uit. Echt gedetailleerd ook. Maar hoe lang heeft u erover gedaan om dat hier op te gaan zetten? Want u moet dat van huis meenemen en ja, dan hier natuurlijk gaan tentoonstellen. Ja, ik heb gelukkig een paar goede vrienden. Meestal 2. En die helpen me. En dan doen we er ongeveer 5 uur, 6 uur over. Zo. Om 12:30 zijn we begonnen gisteren. Zo. En we waren gistermiddag 12:30? Gistermiddag, ja. Okay. Ja, nee, niet zo. Nee. Ja. En kunt u vertellen of er iets bekend is? Is er een stationnetje uit Nederland bijvoorbeeld nagebouwd? Of iets uit Duitsland? Er zijn een paar gevels uit Gorinchem. Die staan helemaal op het eind. Ja. En dat niet al te mooie roze gebouw hier. Ja. Dat is het stadhuis van Schwerin. Van wie? Schwerin, in het voormalig Oost-Duitsland. Dat is een okay. Oost-Duitse provincie. Dat vond ik zo apart. Ik denk, die moet ik ook maken. Ja, tuurlijk. Ja. En de treinen, want ik zie heel veel verschillende treinen. Ja. Ik zie een hoge snelheidstrein volgens ja, mij. Ja, nou, sommige zijn fantasieontwerpen. Ja. En sommige die heb ik, dan kijk ik op het internet. En zoek ik een geschikt plaatje uit van iets wat ik denk dat ik kan bouwen. En dat bouw ik dan na. Maar het zijn dus geen sets. Nee, nee, dit is dus niet te koop. Dit heb je puur zelf ontworpen en nog in elkaar gezet. Ja, klopt. Heel knap. Hoi. Hi, waar kom jij vandaan? Tegelen, uit Limburg. Limburg, oh, jij kan het wel een beetje horen. Ja. Ja, jij hebt dit allemaal gebouwd hier? Nou, dit is stukjes van Evelien. Ik heb zelf een stukje Amsterdam, Utrecht, ja, eigen Hollandse stijl. Ja. Het stadhuis van Venlo staat ertussen, dat is het middelste gebouw. Met die torentjes. Ja. Dus het is toch een stukje Limburg. En de rest, ja, ik ben weg van Hollandse bouwstijl. Ik ga ook echt de Hollandse steden bekijken om details. Echt waar? Ja, om echt wel leuke dingen voor te kunnen bouwen. Te bouwen, ja. Hoe kom jij aan je steentjes? Ik zoek hier links en rechts in de bakken. Daar ben ik eigenlijk aan het sorteren, uren aan het doorwoelen. En iedere keer vind je wel weer wat unieke steentjes, unieke raampjes. Vooral de oude uit de jaren 70 gebruik ik veel. En als je eenmaal een berg steentjes hebt, dan ga ik beginnen. En dan zit het allemaal in mijn hoofd en niks op papier. Gewoon, je begint eraan en je weet niet waar je eindigt. Ja, wat doe je in het dagelijks leven? Ben je daar ook zo creatief in qua beroep? Nee, ik ben assistent kok in een instelling, in een verzorgingshuis, bij ons in Venlo. Ja. Dus dat heeft totaal niet met... Maar mijn passie van Lego is eigenlijk al kinds af aan. Dan heeft een tijdje stilgelegen. Maar 24 jaar ben ik begonnen. En het is uitgegroeid. Ik ben nu 40 en... Ja. Nu sta ik op de beurzen. Ja, geweldig. Ja. Leuk joh. En ik zie ook een konijn. Wie heeft die gebouwd? Die heb ik ook gebouwd. Dat meen je. Waarom? Ja. Ben je gek op konijnen? Ik ben helemaal weg van konijnen. Ja, ja goed. Dan ben je mijn beste vriend. Ik ook. Dat is mijn konijn Willem. Daar heb ik een beetje de kleuren van... ik heb die op Pinterest gevonden, het konijn. En ik vond die zo mooi. Ja. Ik dacht van, Willem, die heeft ook die kleur. Ik dacht, ik ga hem bouwen. Ja. En heel veel mensen zijn er gek op. Ik sta hier met meneer Erwin uit... Terneuzen. En wat heb je allemaal meegenomen? Nou ja, hier het hele havengedeelte en een binnenvaartschip en een veerpont, die windmolens. Ja? Ja, ik borduur een beetje verder eigenlijk met binnenvaart en een ander soort schepen. Ja, we hebben net een aantal treinen gezien en u bent dan meer fan van de boten?
Nou, ik heb altijd gevaren als binnenvaartschipper. Oké, echt? En vandaar dat ik eigenlijk die projecten aanpak nu. Ja, binnen of buitenland of allebei? Nee, binnenvaart. Binnenvaart. Oké. Okay. Ja, en zit daar ook een boot bij waar u op gevaren heeft? Nee, nee. Niet? Oh. Nee. Dat kan nog? Ja, misschien nog wel. Ja. Misschien dat ik er zelf nog een keer eentje ga bouwen. Maar ja, dit was eigenlijk het eerste binnenvaartschip wat ik probeerde. Ja, en die veerpont is eigenlijk een set. Maar ja, die heb ik ondertussen zoveel verbouwd dat er al drie keer zoveel blokken in zijn gegaan. Ja, en achter het veerpontje is een feedertje of wat is het? Ja, een kustwacht. Ja, dus, een coaster. Ja. 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 En ik zie ook een speedboot. Ja. Heb je zelf ook een speedboot, Erwin? Nee. Ja, je hebt er wel één. Ja, ik heb daar staat hij. Ja. Ja, ik heb zelf ook nog wel een schip, maar die heb ik ook nog niet nagebouwd. Oké. Okay. En de windmolens, hoe kom je daarbij om dat te gaan maken? Ja, het is wel leuk hè, bij het water en ja, iets wat beweegt en ja, dat was eigenlijk de eerste. En toen aan de hand dacht ik van nou... De kleine? Ja, de kleinste. Toen dacht ik van ja, ik bouw hem nog iets groter na ook. Ja, en dan zie ik ook nog een soort hijskraantje. Ja, containerkraan. Ja, containerkraan. En treinen erachter en gebouwen en ja... Ja, het is wel heel gedetailleerd, hè? Want de boot ligt hier aan de kade. Dan heb je de containerkraan, die haalt dan de containers van de boot vandaan. Ja. En daarachter staat dan weer de trein die het weer verder kan vervoeren. Ja. Hi, naast wie sta ik? Richard Jansen. Waar kom je vandaan, Richard? Schaik. Je hebt allemaal landbouwvoertuigen gemaakt, zie ik. Ja, allemaal eigen creatie. Gewoon nagebouwd van een foto. Dat meen je? Ja. Zo, wat een knappe kop hebben we hier in de zaal, zeg. Of in de hal. Ja. Ja. Maar het beweegt ook allemaal. Hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen? Ben je ook qua elektra een beetje onderlegd? Het is eigenlijk meer mijn hobby, zeg maar. Om toch bewegende modellen te bouwen. En dat beweegt, dat trekt de mensen toch aan. Ja. Ja. En hoe kom je erbij om landbouwvoertuigen te maken? Ben je zelf ook boer? Of? Ik heb er altijd in die sector gewerkt gehad. Oké. Okay. Dus dan is het makkelijker om te bouwen en ik heb er ook vaak mee gewerkt. Dus dan weet je, de werking van de machine is ook beter. Ja. Het ziet er prachtig uit. Ja, dank je. Dank je wel. Oké. Okay. Rico, wat gebeurt hier? Dit zijn allemaal graaibakken waar een Lego per gewicht gekocht wordt. Dus dan moet je natuurlijk hartstikke goed graaien voor de onderdelen die je nodig hebt. Ja, en hier tussen staan de echte fanatiekelingen die dan net dat ene steentje missen of net wat zoeken voor een nieuw project. Ja, en ze hebben voor alles en nog wat. Ze hebben poppetjes, auto-onderdelen... vliegtuigonderdelen, alles zit nog wel door elkaar. Ja, en dat is natuurlijk ideaal voor als je dan net dat ene steentje nodig hebt. Hi! Hallo. Hoe heet jij? Jonas. En waar kom je vandaan, jongen? Van Meer. Waar ligt het? Net over de grens van Holland. Is dat in België? Ja. Zo, dan kom je een heel stuk hier naartoe gereden. Mm-hmm. Waar ben je naar op zoek hier in de Grabbelhoek? Naar deze hekjes. En wat ga je daarmee maken? Karren met boomstammen op. Oké. Okay. Ja, en heb je bijen wat je gaat maken of wat je al gemaakt hebt? Ja, ik heb heel veel bijen. Ja? Heel veel kamionnetjes. Ja, heb je dat hier? Kunnen we dat zien? Ja, dat is daar bij die stand met die heel lange trein. Oh, jullie staan hier ook bij de stand? Ja. Oké, okay. Nou dan komen we zo even langs en dan kan je laten zien wat je aan het bouwen bent en waar je deze steentjes voor nodig hebt. Ja. Ja, moet je er nog meer hebben of is dit het? Dat weet ik nog niet. Deze gele. Ja. Hier heb je die gele hekjes voor je die je net deze achterste. Oh ja, er staan er al een paar op. Ja. Mm-hmm. En Rico, we staan nu ergens met waar Lego is met heel veel verlichting. Wat kan je daarover vertellen? Want dat wordt niet standaard geleverd waarschijnlijk. Nee, klopt. Dit zijn gewoon normale sets die je ook kan kopen. En dit bedrijf specialiseert zich in het aanbrengen van lichtjes in je Lego bouwwerken. Ja, ik heb hier naast mij staan wie? Michel Roos. Dag Michel, waar kom jij vandaan? Uit Hoofddorp. Hoofddorp, ja. Oké, Noord-Holland. Ja, inderdaad. Ja, we zien hier allemaal vrachtwagens staan. Ja, klopt. Wat kan je erover vertellen? Nou ja, het zijn allemaal vrachtwagens, zijn allemaal radiografisch bestuurd. Dus we kunnen overal mee rijden. Alleen helaas vanwege het ruimtegebrek in de hal hebben we onze baan niet neer kunnen leggen. En ja, wat wil je er nog meer over weten? Ja. Er zijn eigenlijk allemaal modellen van bestaande vrachtwagens nagebouwd. En ja, het wordt steeds gekker. Het wordt steeds groter allemaal. En, ja, we doen er leuker mee.
Ik zie ook een benzinepomp. Ja, klopt inderdaad. Maar er zijn, dit is nog geen pomp, dus nee, alleen nee, nog maar een gebouw. Nee, die wordt nog verbouwd inderdaad. Ja. Ik ben het benzinestation van bij Muiden langs de A1 aan het nabouwen. Die is net nieuw. Ja. En ja, ik vond het wel leuk om hem na te bouwen. En aan de kleuren is hij ook meteen al te herkennen van welk merk het is. Het is BP. Ja. En dat is een heel groot project, want dit is alleen het vrachtwagengedeeltje dan. En er komt ook nog het autogedeelte bij, dat wordt nog ongeveer 3 keer zo groot. Het tankstation alleen. Ja, ik zie ook dat je kranen hebt staan. Ja, klopt ook inderdaad, ja. Die ene is gebaseerd op de BAM, zoals aan de kleurcombinatie ook wel te zien is. Ja. En, met drupsbandjes. Ja, met drupsbanden inderdaad, ja. En die tilt ongeveer 500 gram. De kinderen kunnen dan zelf, en dan natuurlijk ook stiekem de ouders, kunnen dan wat ze dan gezien hebben allemaal namaken of hun eigen ideeën creëren. En er is ook een wedstrijd, dus dan kunnen ze om het zoveel uur wordt een winnaar uitgekozen. En die verdient dan een hele leuke Lego prijs. Hoi, wat is jouw naam en waar kom je vandaan? Ik heet Lisa en ik kom uit Culemborg. Dat is een stuk rijden, hè? Ja. Ja, wat ben je aan het doen hier? Ik ben nu een zwembad aan het maken. Oké. Okay. En een garage. Ja? En heel misschien komt nog wel een huisje. Oh, leuk, hoe lang ben je hier al mee bezig? Ik denk wel een half uurtje of zo. Half uur. Want dit is een wedstrijd, toch? Ja. Ja. En denk je dat je gaat winnen? Dacht het wel. Ja. Jij bent de zus, hoor ik. Ja. En wat is jouw naam? Mijn naam is Noor. Wat een mooi shirtje heb je aan, mooi jurkje. Dank je wel. Ja, wat ben je aan het bouwen? Ik ben een huis aan het bouwen, hier is aan de ingang. En we gaan zo steeds kleiner bouwen dan omhoog. Oké. Okay. En er komt ook nog een zwembad. Ook een zwembad? Ja, en bij je broer ook? Ja. Ja. En kan je de eerste verdieping laten zien aan de mensen thuis? Ja, hij is nog niet helemaal klaar, maar dit is alvast de bank en de laadjes. Laadjes. En dit is de deur? Oké. Okay. En dan dit is de tweede verdieping. En wat is er op de tweede verdieping? Slaapkamer, douche of... Ik denk gewoon wel de slaapkamers. Een paar slaapkamers en dan weer bouwen. En dan komt het dak. Oké, dus je moet nog eventjes doorgaan. Ja. Ja. Maar ben je ook op zoek naar raampjes voor in het huis? Ja, ik denk het wel. Ik zie hier nog een deur liggen. Maar die is misschien is net iets te hoog, hè? Ja. Nou, Rico, we staan nu bij bouwwerken die jij gemaakt ja, hebt. Ja, klopt. Ja, treinen, stoomtreinen, wat kan je daarover zeggen? Dit is een ouderwets stoomlocomotievendepot. En het gaafste van de stoomlocomotieven die hier staan, die bestaan ook echt. Die staan in Nederland, sommige die staan zelfs hier in Rotterdam. En deze zijn dan nagemaakt in Lego, op schaal. En dit locomotievendepot dat zorgt ervoor dat de stoomtreinen van alles en nog wat ze nodig hebben kunnen krijgen. Ze kunnen kolen laden, water nemen, schoongemaakt worden, passagiers ophalen, gekeerd worden op de draaischijf. Het is echt een typisch uit de hand gelopen project. Ja, het ziet er echt heel mooi uit. Realistisch ook. Ja, ja, klopt. En het laatste wat ik gemaakt heb is het remisegebouw. Het dak moet nog komen, daar ben ik druk mee bezig. Maar dat moet nog, dat is het lastige gedeelte en dat komt nog wel op een later evenement. Ja, want er staat een treintje in de remise die half afgebouwd is. Groen met beige. Ja, klopt. Die wagon wordt momenteel in elkaar gemaakt. En leuk is ook, er zit ook een lichteffect in. Er zit een lasereffect in. Dus één keer in de zoveel tijd zie je dan in één keer een knipperlichtje van een lasser.
Daarnaast staat ook nog een diesellocomotief. Die wordt momenteel helemaal uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet. Oh ja, ik zag het lichtje. Ja. Er zit een timer in. Om de zoveel seconden gaat hij in één keer knipperen. En dat is heel leuk, is dat het komt uit de modelbouwwereld. En dat geeft net een ander effectje, net wat leuker. Ik zag het weer. Ja. Oh. En zeker met het dak erop, dan is het ook wat donkerder. Yeah. Dan zie je dat net wat beter. Want nu staat de licht er best wel goed op. Dag Richard. Goedemiddag. Leuk dat jullie er zijn. Ja, nou, wat leuk dat je ons uitgenodigd hebt. Nou ja, je bent van harte welkom toch? Ja. Leuke dingen. Hey, laat eens zien wat je allemaal gemaakt hebt. Ik heb niet zoveel meegenomen. Valt mee. Nou, normaal gesproken bouw ik een beetje een dierentuin op Lego formaat. Ik heb nu maar de helft bij me. Lego brengt heel veel diersoortjes uit. Het is hartstikke leuk om er gewoon ook een landschap omheen te bouwen. Dus eigenlijk zijn de mogelijkheden oneindig. En ja, lekker een beetje vreubelen. Ja. En zo zie je wat. Leuk voor de kids. Ja. Transport is af en toe een beetje spannend, of het een beetje heel blijft. Maar het is gelukt. Af en toe valt er wel wat in elkaar. Maar ja, het is Lego, dan maak je het gewoon weer. Dus, En ik zie ook dat je een soort jungle gemaakt hebt. Ja, het is wel een bedoeling, een beetje een jungle, een beetje een woestijngedeelte, een beetje een aquarium. Gewoon van alles wat mensen herkenbaar hebben in een dierentuin. Tuin en wat de kids ook herkennen. Er zitten ook van die kleine ongein dingetjes in, dat de grote mensen om het zomers te doen niet zien. Maar die kinderen die zien al die geitjes wel en daar gaat het om. Je hebt beetje ook voor detail, hè? Ja, dat is gewoon leuk. Ja. Een beetje vreugde. En naast de jungle goed. Heb je een aquarium? Ja, ook wel genoemd badkuip, maar het is gewoon een aquarium. En je ziet tegenwoordig in dierentuin heel veel aquariums waar je lekker doorheen kan lopen. Gewoon een beetje een bezienswaardigheid, koraalrifje. Dus van alles wat vreubel je wat in elkaar. En aldoende, ja, het ontstaat ter plekke. Ik heb geen bouwtekening of wat dan ook. Ik heb gewoon een lekkere bak Lego, sorteerbakjes. En je bedenkt en alles zelf? Dan ga je gewoon lekker s'avonds op je gemakje lekker een beetje vreubelen. Ja, merendeel bedenk ik zelf. Daarnaast en door dierentuin te bezoeken natuurlijk, hè. Ja. Een beetje ideeën opdoen. Ja, want je hebt vroeger ook in een dierentuin gewerkt, toch? Ik vrees hem wel, ja. Ja, helaas wel. Ja, niet in een koortje met pinda's zitten of wat dan ook, maar nee. En ik zie ook ijsberen hier. Ja. Walrussen. En gewone beertjes, ja, die zit van alles. En net wat ik zeg, Lego maakt per jaar een aantal nieuwe diersoorten uit. En ik probeer eigenlijk ieder diersoort wat bestaat gewoon een beetje een plekje te geven. Maar ja, er gaat zoveel tijd in zitten. Ik moet ook nog een beetje werken en alles. Dus, hoeveel uur per week ben je bezig? Oh, dat durf ik niet te zeggen. Dat durf ik echt niet te zeggen. Okay. We hebben gelukkig de nachten nog. En naarmate een evenement vordert of nadert, dan heb je meer stress om te gaan bouwen. Dus dan kon er nog wel eens nachtwerk worden, ja. Maar ja, heb je ook, Richard, ik hoorde dat je ook een stukje spijkenissen had gemaakt. Heel klein stukje. Ik had meer spijkenissen, maar ik weet niet of mensen bekend zijn in spijkenissen. De Rayon-boerderij van Rayon Oost aan de Maaswijkweg. Een stukje van de Voorstraat. Ik had meer stukjes van de Voorstraat, maar helaas, het is Lego, het kan ook wel eens kapot. Nou, we zijn nu aangekomen in Rotterdam, gedeelte wat nagebouwd is. Klopt. Ja, we zien nu een straat, echt met heel veel detail. Poppetjes, lantaarnpalen, verkeerslichten, zebrapad. Ja, dit is een stukje komt uit Delfshaven, echt het oude stadsgedeelte van Rotterdam. En dit is gemaakt door Silvio. En Silvio die heeft in principe een straat genomen die echt in Rotterdam staat. En die helemaal gekopieerd. Zoals op de hoek Café aan Zet. Dat is een heel erg beroemd café in die buurt. En het leukste van heel veel van de bouwers die hier staan, die komen ook uit de omgeving. Ik zelf zit daar in de buurt ook op school. En dan zie je heel vaak, kom je dat gebouw dan tegen. En dat is heel leuk om dan nu in Lego terug te zien. Ja. Hij is bezig met heel die straat. Nou, dus zoals je ziet op de hoek staat een gebouw die nog een beetje in aanbouw is. Maar ja, in principe is deze straat bestaat dus echt en is ook echt te bezoeken. Hallo meneer. Ja. Hallo, wat is uw naam en waar komt u vandaan? Mijn naam is Van den Erik, Leo, voornaam, en ik woon in Haringsveld-Giessendam. Oké, en u staat hier vandaag met Duplo? Ja, alleen maar Duplo, altijd. Oké, want ik ben alleen maar bezig met Duplo. Want Duplo is ook van Lego, ja. Alleen dan meer georiënteerd op kleinere kinderen. Op kleine kinderen, ja. Ja, want de stenen zijn ook groter, hè? Groter, ja. Ja, een maat groter, laat ik het zo zeggen. Het is wel een combinatie mogelijk. Dat gebruik ik dus bijvoorbeeld onder de rails. Daar ligt gewoon Lego onder. Want als je zo ziet, dan liggen de rails allemaal keurig recht en aan elkaar. En dat vind ik zelf als techneut belangrijk. Voor kinderen maakt dat niet uit, maar dan heb je een combinatie van Duplo en Lego. En blokken van grote blokken, die kunnen dus ook op kleine Duplo gezet worden. Maar ja, dat is een techniek, die moet je dan een beetje weten. Ja. Als je gecombineerd wil bouwen. En of dat over kleine kinderen gelijk geschikt is, dat is dan nog maar de vraag. Ja. Want ja, het is toch een beetje technisch natuurlijk. Hè?
Dus. Ja, want het verschil tussen de Lego blokjes en Duplo is natuurlijk dat de bobbeltjes, zeg maar... De noppen, die zijn bij Duplo natuurlijk groter. Ja, dus dat twee keer zo groot. Ja. Twee keer zo. Alles is twee keer zo groot. Ja, ik heb geen gewone Lego bij me. Anders kan je, als je ze naast elkaar ligt, dan zie je dat ook gewoon. Ja, maar het verschil is duidelijk te zien. Dat kan. Nee, dat moet je echt blind zijn. Dat gaat het niet worden. Nee. Ja, dus, wat heeft u nu opgebouwd? Ik zie een aantal treintjes rijden. Ja, in principe... Een station zie ik. Een station. En een dierentuin. Ja, dat... Nee, ja. Ja, nee, dat is... Ja, ja, ijsberen, pingwings. Ja, dat is een stukje poolwerk, hè. Ja. En dat doe ik dan naast de camping. Dat kan hier in het Duplo, hè. Dat is een camping. Ja, er staat maar een klein hekje tussen de camping en, Nee, maar goed, en de ijsberen. Dat is, kijk, en hier wil ik dan echt een wildpark van maken. En daarachter een havenpartij. Ja, en een enorme brug. Kijk, dat kan je ook niet kopen in de winkel. Dit moet je allemaal zelf... Die bogen die moet je allemaal zelf aan elkaar koppelen. Want normaal is dit de doos. Is dit de doos? Maar dan heb je maar twee bogen in. Oh. En daar zitten er 27 in. Zo, dus je hebt aardig wat dozen moeten kopen. Ja en op tweedehands natuurlijk ook. Op Marktplaats bijvoorbeeld. Op de tweedehandsmarkt, daar worden ze ook los aangeboden eventueel. Ja. En daar heb ik een thema van Thomas de Trein. Want ik ben zelf werktuigkundige. Dus ik ben zeer geïnteresseerd in dingen die hijsen. Ja. Ik ben een hart en nieren mechanobouwer. En bij mij moest altijd alles hijsen. Oftewel een hijskraan of een hijsstelling. Ja. En toen kwam ik in contact met Thomas en Friends. En daar hadden ze ook een hijskraan. Ik denk, dat is leuk. Ja. Dus ik heb wat het een en ander aangekocht van Thomas en Friends. Dus ik heb er ook twee kranen bij. Want dat is mijn ding eigenlijk. Ja. Werken ze ook, Leo? Nee, niets. Kijk, er rijdt nu één treintje, elektrisch. Ja. Het is origineel Lego. Maar het is niet van Thomas en Friends, want dat zijn allemaal handtreinen. Ik heb er alleen een ander onderstel onder gezet. Ja. Want dan is het visueel natuurlijk mooier. Dat het moet bewegen. En die treintjes die hier de brug omhoog gaan, hebben ze genoeg kracht om naar boven te komen? Ja, dat zie je, want anders komen ze niet boven. Ja, ik werk ook met dubbele locomotieven. En dat is, dan rijden ze ook allemaal, zoals wij dat noemen, eenparig. Dan gaan ze net zo snel op de rechte stukken als in de bocht. Plus, ik zit met batterijcapaciteit. Er zitten nu 6 batterijen in, anders met 1 locomotief 1. En ik kan nu ook veel meer wagons erachter hangen. Ja. Dat is in werkelijkheid ook. Ja. Dan hangt er nooit 1 wagon aan een locomotief. Nee. Er hangen er altijd veel meer aan. Ja. En dat wil ik met dit dan ook benadrukken. Kijk eens met de passagierscombinatie ook. Er zit een voorkant en een achterkant aan. Alleen bij deze niet, maar vanmorgen is er al een trein stuk gegaan. Dus ik heb er uit nood nu een andere locomotief voor moeten zetten.